Mijn been! 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 Met die laatste heb ik de school van mijn dochter betaald. Oké, dan maar met grof geschud. Mijn been, mijn been, mijn been, mijn been, mijn been! Vol top! Bedankt, Doc! Daar ben ik blij om, Fred. Maar je moet wel voorzichtiger zijn met je been! Ach, kom op, Doc. Het is maar één been! Ik heb er nog één. Het is maar een been! Het is maar een been! Het is goed, Fred. De volgende keer dat ik je zie met een gebroken been, dan vervang ik hem gewoon door... Met wat? Een robotbeen! Oeh! Dat is misschien cool voor jou, Fred. Maar wat zou de robot daarvan vinden? Dat is mijn been! Dat is mijn been! Oké, Doc, ik snap het. Ik zal voorzichtig zijn met... Mijn been! Dat beloof ik. Goed gedaan, Tom. Hallo, Fred. Je been is top! Uit de buurt bij... Mijn been! SpongeBob. Oh, Fred, het spijt me zo enorm van die trein over. Je been! Alsjeblieft weg, ja. Oeh, je weet wat. Ik bescherm zijn been. En wel, incognito. Hallo allemaal, kijk eens wie er is. Mijn been! Dit is een werk! Oh nee, dat is niet veilig, Nikta! Welkom, Fred. Goed beenwerk. Maar weet je, het is een stuk veiliger als je een tafelboot gaat gebruiken. Wauw, serieus? Ja, Fred, dat houdt je op de been. Let op. Maakt niet uit. Freds been is veilig. Is heel erg gestrest, Dr. Charlie Horse. Je hebt gelijk, Fred. Hij is zo stijf. Maar ik heb een goede remedie. Doe je schoenen uit en kom maar mee. Als je het mij vraagt, zit er een luchtje aan dit plan. We zijn hier niet om dingen te ruiken, Patrick. Het gaat hier wel op Freds been. En dat kan ik niet alleen. De beste ontspanning voor je. Jouw been! Is te lopen op hete kolen. Hete kolen! Nou, Fred, ogen dicht en zeg mijn naam met deze oude mantra. Mijn voeten zijn koud. Mijn voeten zijn koud. Mijn voeten, mijn voeten, zijn, koud. Zijn, koud. Mijn voeten zijn 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 koud, mijn voeten zijn koud. Mijn voeten zijn koud, mijn voeten zijn koud. Transcendentie. Oeh. Stelling. Hier. Tada. Hey, hallo. Jam, jam. Oh, dat schatje wil ook graag een krabburger. Mm. Oh. Haar allereerste krabburger.
is en blijft een duivel. Zo makkelijk is het nog nooit gegaan. Alsof je de baby zijn snoep afpakt. Met een baby. Blijf staan, jij klein opduveltje. Vriendelijk. Jij dacht dat dit zou gaan lukken, hè? Jij verdient een pak voor je broek. Dat zeer het gekaard uit. Wat doet hij nou? Hé, hey, laat het kleine kindje met rust. Oké, dit vraagt om een even iets hardere hand. Meneer Krabs, nee, doe dat nou niet. Geen paniek. Het is plankton maar. Hi. Dada. Hoe durft u? U speelt hier met emoties. Auw. Oh man, serieus? Het is een themafeestje. Gewoon meedoen. Zeg het, Fred. Nee. Zeg het. Mijn been. Hoi Fred, ik heb een goocheltruc die je zal betoveren. Oeh, ga je mijn benen in tweeën zagen? Of het laten verdwijnen? Of er een konijn uittrekken? Nee, ik ga niks doen met je been. Oeh, moet er vandoor SpongeBob. Tijd om een dijen te boeden. Oeh, mijn been. Weer een bestelling? Oké. Okay. Daar gaat die spatel. We gaan samen de krabburger grillen met veel liefde en veel... Huh? Palingvel milkshake? Nou, die hebben we een tijdje niet gemaakt. Milkshake! De palingvel milkshake! Wacht! Ik vergeet nog iets! Het kerstje bovenop! Kijk aan, meneer! De perfecte palingvel milkshake! Geniet! Zo mag er wezen! Hij is bevroren. Palingdrek. Ja, hoe moet ik dit nou drinken? Wat een ranzige milkshake, zeg. Hey, heb je eigenlijk wel een milkshakevergunning? Milkshakevergunning? Natuurlijk heb ik die, mallet. En die is gewoon geldig tot... 7 jaar geleden. Dus jouw milkshakevergunning is al 7 jaar verlopen? Het is schandalig. Ik wil nu mijn geld terug. Nee, zeg geen dingen waar je later spijt van kan krijgen. Weet je wat? Kom morgen maar terug. Dan maakt SpongeBob een bliksemse milkshake voor je. Oké, tot morgen. Waar gaan we heen, meneer Krabs? Ik breng jou terug naar school. 1, 2, 3, 4. Hier is het dan. De Milkshake Academie. Weet je, Knul? De milkshake-technologie is sterk verbeterd sinds jij hier afstudeerde. Ik ga mijn uiterste best doen. Luister goed, kadet Squarepants. Als je een shake wilt maken, moet je weten hoe het voelt om een shake te zijn. Kijk eens, de shake-simulator. Hup erin. Nu, mars. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hop. Om het meteen helder te maken, starten we in het standje rammen. Maar kapitein, dat heeft nog nooit iemand overleefd. Stil jij. Hij moet het leren, kadet. Zo, benieuwd hoe meneer eruit klimt. Dit is leuk. Mag ik nog een keer? Hé, milkshake. Hij komt eraan. Zo, je bent een toppertje, SpongeBob. Ik heb nog nooit zo'n goede milkshake gehad. Oh ja, dat is een pijn. Dus mijn lijstje was nep, dus geen apocalyps. Geen apocalyps. Ik heb de wereld gered. Ja! Geen apocalyps. Geen apocalyps. Geen apocalyps. Geen apocalyps. Oh,
SpongeBob, heb je je bezeerd? Heb je nagels? Wat zijn ze schitterend? Ah, dank je. Ik ben ook apentrots op mij. Nagels! Moet nagels bijten! Wauw, anemoontjes. Het is een telefoon waar je geld in moet stoppen. Mijn laatste duppie. Ik hoop dat het werkt. Krokantenkrab, waar kan ik u met tegenzin mee helpen? Ik ben het Octo, SpongeBob. Ik bel uit de telefooncel. Het zal wel. Hoe is het met die sluipweg van je? Niet goed. Volgens mij heb ik een fout gemaakt bij die verlaten zitbank. Het enige wat ik hier zie zijn kapotte brandweerkranen. Wat moet ik nou doen? Als je dit gesprek wilt voortzetten, werp dan een dubbeltje in. Ik heb geen geld meer. Juffrouw, kunt u me alsjeblieft vertellen waar ik ben? Als u wilt weten waar u bent, werp dan een dubbeltje. Wacht, niet ophangen! Twee stuivers! Ik moet een dubbie hebben! Oh, zo kom ik nooit op tijd op mijn werk! Wat ben jij aan het doen? Zoeken naar een dubbie in die verlaten zitbank! Dit is onze verlaten zitbank, vriend! Wat gaan jullie aan doen? Cola drinken? Wat gaat jou dat aan? Is het niet een beetje heel erg vroeg voor zoveel glucose-fructose-stroop? Hey, luister! Ik weet ook wel dat zo'n beker cola niet goed voor me is. Maar af en toe geeft het me de kick die ik nodig heb. Vooral weer zo'n drukke dag als fietstaxichauffeur! Oh, zit u op de fietstaxi? Ja, meneer. Moest u ergens naartoe? Ja, naar de krokantenkrab. En snel een beetje. Lekker bezig, Scott. Ja, hij heeft nu bijna genoeg gespaard om volgend jaar terug naar school te kunnen. Hartelijk bedankt, Scott. Succes op school. Krokante mossel? Ah, wacht! Scott, kom terug! Tartar saus! Dok! Over de rand! Door de viezigheidsloot! Rechtsaf in de super ongezonde rioolpijp! Het gezicht is al in de walmende trap! Over de vuilnishoop! De rol van de berg met gebroken glas! Over het uitermate scherpe hek met prikkeldraad! Die gigantische heuvel op! Dat is de krokante krab! En ik ben nog 2 minuten te vroeg! Ik ben er! Ik heb het gehaald! Oh, favoriete krokante krabklanten! Wat heb ik jullie gemist! Oh, ik heb jullie jonge gezichtjes gemist! Ik heb de wc ook gemist! Maar jou heb ik het meest gemist, stikkende gast! Patrick, hoe kom jij nou hier? Zelfde manier als altijd. Scott bracht me met de fietstaxi. Wat mag het zijn? Ik wil een dubbele krabburger, krabfrietjes en... Wow! Dat was het. Een krabfrisdrank. Een krab... Streepboek. We zitten in de problemen. We hebben geen krabburgers meer. En nu proberen die wilde beesten om ons op te eten. Hey, wie is hier verantwoordelijk voor? Ga direct die burgers opdraaien, Krully. Voordat we met z'n allen de lunch special worden. Ik ga al met de krab. SpongeBob proberen zijn hoogvliegende partner Patrick te vangen, al hangende aan de lus des doods. Ja. 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 Ja.
lekke ding van uw schoot. Ik peins er niet over. Dit is mijn geestelijke steunhuisdier. Ja, hè, lieve schat. Wie is Carol? Pap, ik wil er een. Nou, Timmy, maar je hebt thuis al zo'n handschoenspeeltje. Niet zo één. Die daar! Wat mag jou wel eens wat Zweedse manieren leren? Kom op, Hans! Eén voor u. En één. Ik heb geen stenen meer om ogen op te plakken. Ik heb geen stenen meer. Heb je dan iets anders? Ja. De kunstenaar wil alleen zijn. Hij is zo excentriek. Ik heb geen stenen meer. Hoe moet ik dit aanpakken? Dit was mijn ding. Tartaarsaus. Ook lelijk. Kom op, Knully. Het is showtime. Ik kan het niet. Ik heb blanke koorts. SpongeBob, als je er niet uitkomt, ben je ontslagen. Breek een been. Breek twee benen. Mijn been. Kom dicht, Fred. Oh ja, inderdaad. Jullie dromen niet. Moet je kijken. Slak op pootjes met ze. Ja, dat is wel weer wat anders. Ja, dat is weer wat anders. Hey, hou je slak in bedwang, makker. Sorry, Gerrit is gewoon enthousiast door zijn pootjes. Ik sleep je voor de rechter! Oh, het spijt me, sorry. Zijn benen! Gerrit is slak, jij bent een hele stoute jongen. Oh, ik kan ook niet boos op je blijven. Oh, mijn allereerste klant. Hi, ik ben Stanley. Oh, dit is echt zo spannend. Ik wil een... Wacht even. Dit moment wil ik even vereeuwigen. Die is voor mijn plakboek. Nu eentje een beetje gek. Oh ja, laat u doen of we heel boos zijn. Die ga ik meteen laten ontwikkelen. Kom maar met de bestellingen, Stanley. Op, wat heeft dit te betekenen? Het is hier een bende. Dit is toch geen werken zo? Neem eens een voorbeeld aan je neef Stanley. Hij is trots op zijn baan. Hangt foto's op van de klanten.
Goedemorgen, lekker moppie. Ben je verdwaald? Kijk eens, je eigen plekje. Wauw, wauw. Nee, nee, ik heb geen vreemde slakken zien binnenkomen. Hij staat ons voor te liegen, jongens. Waarom geven we de meneer van de dierenwinkel niet een speciale behandeling? 2 uur later. Heh, lijkt me genoeg, jongens. Dit ziet er toch picobello uit. Ja, laten we gauw op zoek gaan naar die slok. Hé, hey Bas, kijk daar eens. Oh ja? Ik weet wel dat je er bent, rat. Jij! Hey, kom terug, jij. Jij moet me helpen de boel op te ruimen. Je hebt dit zelf veroorzaakt, Harald. Nee, niet waar, Harald. Ach, wel waar, Harald. Harald, houd toch op. Graag. Eén voor mij en één voor mijn beste vriend Patrick. Oh, geef je hem aan je grootmoeder. Fijn. Alsjeblieft. Ja, de ijsjes kosten maar €3,50. Oh, laat maar joh. Ik weet gewoon niet meer wat ik moet doen met mijn geld. Mijn ex-vrouw zat er toch naast. Ik zit wel in de juiste branche. Mag ik een hoornje met 3 bolletjes? Extra nootjes. Ja, dat is dan 2,89. Zeg, Bert, heb jij een euro voor me te leen? Oh, even kijken. Nee, helaas, Bill, sorry. Weet je, ik heb wel altijd geld bij me als jij wat wilt lenen. Ja, het spijt me echt. Zitten de heren even krap bij kas? Ik kan helpen. Alsjeblieft. Wauw, dat is te veel. Ik vroeg een euro. Jo, pak aan. Ik heb toch al een lijstje. Kijk. Oké, dank je. Tuurlijk. Wil jij ook wat, Bert? Oké. Sorry, mag ik ook wat? U wilt ook een ijsje kopen? Nee, ik ben allergisch, maar ik vind je wel heel aardig. Afgesproken. Ik wil best bevriend zijn met deze man. Ik ook. Ik ook. Ik ook. Ijsje. Huh? Ja? Ik kom voor SpongeBob. Staat hij op de gastenlijst? Dat lijkt me niet. Normaal kom Dan ben ik bang dat u niet naar binnen mag, heer. Goedendag. Goeiedag. Je veter zit los. Oh, ja, inderdaad. Dank u, heer. En toen zei hij, wil je ook een ijsje kopen? Ijsje niet te geloven. Ja, een prachtig verhaal. Hallo? Hebben jullie SpongeBob gezien? Het die tegen ons. Niet aankijken, niet bewegen. Dan gaat hij wel weg. SpongeBob? SpongeBob! Hé vriend, kijk uit. Ik kan je kopen en verkopen. Dus ik zeg doen, want nu is het moment. Ach ja, geld moet rollen, vrienden. SpongeBob! SpongeBob! Zo heet ik, tenminste gok ik. Alsjeblieft, heer. Een king-size ultra-krabburgertje met kaas, extra mayo en op een stokkie. Fijn. Wat een vieze kop. Wat zei u? U vergeet de mayonaise. Fijn. Kijk ze nou zitten met die troep. Oh, wat walgelijk. Ziekmakend. Ik haat die krabburgers. Die is goed, Octo. Wat is goed? Nou ja, je weet wel. Jij zegt, ik haat die krabburgers. Dat is maar lachelijk. Iedereen is dol op krabburgers. Ja, nou, ik niet. Heel overtuigend. Hé, luister eens. Ook zegt dat hij niet van krabburgers houdt. Ja, stook ze niet zo op, straks blijven ze nog. Sorry, Octo, maar het is zo grappig. Je weet wat ze zeggen. Zijn die niet van de echte krabben gehouden? Hebben we nog nooit één gegeven. Ik dus, nooit één gehad. Houden we zo.
Wat? Maar. Wat zei je nou? Ik zal nooit van mijn leven een krabburger eten. Het spijt me, maar ik verstond... Ik hou niet van die krabburgers. Die woorden. Mag je die zomaar... Is het mogelijk die in één zin te gebruiken? Ik heb nog nooit een krabburger gegeten. Nog nooit een krabburger gegeten. Nog nooit een krabburger gegeten. Dan haal ik er gelijk één. Geen wonder dat je er altijd zo slecht uitziet. Hier, eet op. Gooi die troep alsjeblieft weg. Probeer het nou. Het is heerlijk. Ja, die radioactieve visrotzooi noem jij heerlijk? Straks moet ik voor jou ook nog gaan square dansen met Patrick. Sorry, Patrick. Ik verklaar deze frituurspelen voor geopend. Even geduld, alstublieft. Ik verklaar deze frituurspelen voor geopend. De 21ste frituurspelen zijn begonnen. Ik ben een realistische vissenkop. En het is een prachtige dag hier in Bikini Broek Snackbar Colosseum. Dit is waarschijnlijk de mooiste dag van mijn jonge leven, meneer Krabs. Niet te geloven dat ik de krokante krab vertegenwoordig op de frituurspelen. Goud behalen is eer en glorie behalen voor de krokante krab. En alle gratis publiciteit haalt veel klanten binnen. Dus verlies niet. Ai, ai, meneer Krabs. Goed, Rob, waarom sta jij niet achter de kookplaat? Sorry, baas, ik liet me heel even gaan. Patrick en ik trekken malle snuiten naar elkaar. En daar moet ik zo om lachen. Want ben jij niet goed bij je poreuze hersens of zo? Ik? Doe ik iets verkeerd? Ken jij het bekende gezegde dan niet? Als je te lang een bepaalde snuit trekt, zal die malle snuit verstrammen. Nee. Laat mij het verhaal vertellen. Van stram snuit. Het was een koude dag in november. En in Bikini Broek woonde een man die graag een malle snuit trok. Het allerliefste stak hij zijn grote rode tong uit. Nog leuker vond hij het om zijn grote tong tegen mensen uit te steken. Wat barut! Toen hij op een dag zijn tong uitstak voor de 100.000ste keer, verstramde zijn snuit met zijn grote tong hangend uit zijn wafel. Voor eeuwig en altijd. Labdrol. Maanden kon hij zijn mond niet normaal open doen, tot op een dag zijn tong opdroogde als een oude zeeleren lap en afbrak. Oh, nee! Blijf dus maar lekker malle snuiten trekken, jongens. Mooi, laat dit een wijze les zijn. Neem niet kwalijk, meneer. Mag ik een servet? Maar natuurlijk, meneer! En volgende keer, dan kom je gewoon naar me toe, hoor. Het is zo vernederend om zoiets te moeten roepen. En voor wie zal ik hem signeren? Voor mijn staartvin. Ik pak hem zelf wel. V-I-N. Alsjeblieft, meneer. Dit is een marteling. Mijn armen doen vreselijk pijn. Ik heb geen gevoel in mijn vingers. Nu krijg ik kramp. Oh, ik heb kramp. Ik breek me. Luister, ik snap het best. Maar hij blijft hier werken tot zijn schuld is afbetaald. Ik geef dat geld wel. Ik draag ook wat bij. Oh, zo bedoel ik het. Zorg dat de misère ophopen. Auw! Knuil. Niet aan dat spateltje komen. Daar is hij veel te duur voor. Spijt me. Maar als je van plan bent hem te kopen, dan mag het even. Nou, ik heb toch wat geld in mijn zak. Is dit genoeg? Nee. En zo dan? Nee. En zo? Nee. En zo? Nee. En zo? Nee. En zo? Nee. Wauw.
En zo? Nee. Dit is alles wat ik bezit. Kan ik nu die spatel kopen? Alles, zeg je? Leuke kleren heb je aan. Hey, oma, alles kids. Nou, dat werd hoog tijd. Goed, ik hou niet van babyspelletjes. Bij Neptunus. Oh, wat is dat gebeurd? Wat is hier in Parlingsnaam aan de hand? Oh, meneer Octo. Leer wat manieren. Meneer Krap, pas nou op. Pas nou op. Kijk eens goed naar die luier van hem. En verschoon hem. Ah ja, kapitein. Hé, oh. Hey, we zijn hier aan het eten. Sorry. Honger. Nog honger. Nog honger. Die rotaaltjes. Krijg nou die... Die salarebak kost me geld. Weg deze mensen. Ik heb er alles voor over. Hey! Hallo! Ik heb mijn vriendjes nooit gehad! Waarom houdt mijn vader niet van me? Wat zou mij moeten beginnen zonder mij? Help me! Help me! SpongeBob, klaar voor innemen! Oh ja, lekker. Hé, makker, wat is dat daar? Oh, nou, dat is een gat, meneer. Ziet u, ik ben een spons en typerend voor een spons. Niet dat. Dat! Dat is gewoon een oude krabburger besmeerd met flink wat kwallenkwak. Ik noem het een krabburger met flink wat kwallenkwak. Mag ik proeven? Heerlijk! Geweldig! Dat moet ik aan de anderen gaan vertellen. Hé mensen, luister, moet je horen wat ik zeg. Ik had het een broodje, geen gewoon broodje, een broodje met flink wat kwallenkwak. Hey man, je moet dit broodje proeven. Het is geen doorsnee broodje, het is het lekkerste broodje van de zee. Hoppa, kijk eens. 1, 2. U bent een echte piraat. Ga gelijk naar de X die de plek markeert. U mag de schatkist opgraven. De schatkist? Zou het... Kijk nou toch eens, de schatkist. Hey,
Kraps begint weer te zweten. Zet die frituur maar aan, want ik heb een hele vette trek. Help, help niet doen. We zijn vandaag gesloten. Wacht, wacht. Hier, neem SpongeBob. De kok. Weet je hoe ik er naast hem uit zou zien? Mensen zouden denken dat ik een planetarium ben. Hoe bedoel je? Ik weet het niet. Maar ik wil hem echt niet mee, papa. Dan moet ik uit het comité van het meest gefotografeerde model. Inderdaad, ja. We moeten iemand anders vinden. Attentie. Wie van jullie gelukkige bofkonten wil met mijn lieftallige dochter Parel naar het bal? Als je me niet te laat komt, SpongeBob. Echt waar? Het was rood! Het stond te beven! En het vaart alles op! Wat vreselijk! Het was een Alaskische stierwarm! Ik vrat mijn kruiwagen op! En het huiswerk van mijn kinderen! Ik weet het! Koop allemaal een krabburger! Houd alle ramen dicht! Laten we me meevallen! Laten we een gat graven! We pakken bikinibroek en doen het gewoon weg! Dat idee is krankzinnig genoeg... om ons om zeep te helpen! Het is een briljant idee! Laat iemand er achteraan gaan! Wie is zo dom om achter een Alaskische stierworm aan te gaan? Mag ik misschien even naar de wc? Ga je gang! Fijn. Dit is onze allerlaatste repetitie voor de show. En ik weet dat jullie niks beter zijn dan toen we begonnen. Maar ik heb een theorie. Mensen praten hard als ze slim willen lijken, toch? Correct! Dus als we hard spelen, denkt iedereen dat we goed zijn. Is iedereen zover? En een 1, en een 2, en een 1, 2, 3, 4... Oké, nieuwe theorie. Misschien moeten we juist zo zacht spelen dat niemand ons hoort. Misschien zouden we beter klinken als er hier geen personen waren die met grote vleesklauwen spelen. Wat zei jij daar nou? Grote vlezige klauwen. Nou, deze klauwen kunnen ook heel onvriendelijk worden. Kom maar op, ouwe man. Kom maar op. Nee, mensen. Laten we nu ons verstand gebruiken. Oh, nu begint die pratende kaas vrede te prediken. Wacht, wacht. Ik weet dat iedereen gespannen is. Wat doen? Wat moet je? Je bedoelt jezelf. De instrumenten zijn gehuurd, beste mensen. Ja, ja, je mooi praat. Hier. Hier. Stilte graag, stilte! Hey! Ik zal je helpen. Ik zal jou, jongen! De repetitie is voorbij. Oh, dat ging lekker, hè? Nou, het is gelukt. Jullie hebben mijn enige kans op wat geluk. Verpulverd. Verpulverd tot kleine, fijne, hapklare brokjes. Ik had echt wat beters van jullie verwacht. Ik denk dat ik de grote verliezer ben. Doe geen moeite morgen te verschijnen. Ik zeg ze wel dat jullie zijn omgekomen bij een slagwerkongeluk. Bedankt. Bedankt voor niks. Graag gedaan.
Wat voor een stelletje monsters zijn wij! Dat arme schepsel kwam naar ons toe in grote wanhoop en wij schoten tekort. Octo was er altijd voor ons, als hem dat goed uitkwam. Evelyn, toen je in dat brandende huis zat, wie redde je toen? De brandweer. En Leendert, toen jouw hart het begaf door al die spierversterkers, wie redde jou toen? Een man in een ambulance. Juist! Als we ons nu gewoon indenken dat Octo een brandweerman of een man in een ambulance was, dan zouden we gezamenlijk kunnen optrekken en ontdekken wat het werkelijk inhoudt om te spelen in een fanfare. Ja, voor de brandweer! Ja! Laten we Octo trots maken! Lekker gegeten, SpongeBob? Ja, mevrouw Puff! SpongeBob, ik heb met Plat gesproken. Ik noemde jouw naam. Volgens hem is het een misverstandje. Wat? Hij wilde je helemaal niet in elkaar slaan. Weet je, SpongeBob, Plat komt uit een plaats waarin in elkaar slaan betekent dat je vrienden wilt worden. Hij wil met je gaan sporten in het weekend. Ik heb diarree. Bent u Plats vader? Ja, inderdaad. Oké, kijk, ik weet niet meer wat ik moet. Patrick kan me niet helpen en mevrouw Puff maakt het alleen maar erger. Ik zit op school naast uw zoon en hij is me er een, meneer. U moet me echt niet verkeerd begrijpen, maar hij wil me in elkaar rammen. Pap, wat doe je daar? Niks, hoor, zoon. Maar je mag van mij helemaal niet met vreemden praten. Nu gaat hij mij in elkaar slaan. Uit de weg! Die gozer gaat me in elkaar rammen! Hallo jongelui, wat een mooie dag vandaag! Zo, dus je wilt hem een pak slaag geven, ouwe? Nou, kom maar eens even hier naartoe! Ja. Oké, ik moet de stad uit. Een nieuw leven. Ik moet een andere naam verzinnen. Bob en Sponge Square. Ja, dat is goed. Ik moet een baard en een snor laten staan en dan alles weer afscheren. Ja, maar toch ga ik je zo meteen in elkaar slaan. Hi Plat, gaat het al beter? Waar ben ik? Je bent in het ziekenhuis. Hij heeft je leven gered. Hij heeft 5 uur mond-op-mond beademing gegeven. Ja, maar je was na 3 minuten alweer bij. Ik wil dat gewoon zeker weten. Wauw, wat lief. Dat zal ik meenemen als ik je in elkaar sla. Zijn die bloemen voor mij? Ah! Hij gaat me in elkaar slaan! Hoe vaak moeten we jou nog een lesje leren, ouwe gek? Ik ben gek op jongelui. Dames en heren, kook de hele dag krabburgers terwijl ik mezelf levend begaaf. De hond in de snackbar, die zingt nu! Kom mee! Meneer Krabs, ik heb een idee! Wat moet ik nou doen? Als ik geen idee krijg, gaat de zaak failliet! Meneer Krabs, ik heb een idee! Heeft er dan niemand een idee? Meneer Krabs, ik heb een idee! Oh, Neptunus in de hemel, geef me een idee! Meneer Krabs, ik heb een idee! Kom er maar mee voor de draad, mijn jongen! Vertel op! Oké, meneer Krabs, houd u vast! Ga maar niet zitten, want u zult overeind veren als u dit ziet! Tadaa! Hey, krijg nou wat! Dat lijkt wel schimmel! Meneer Krabs, dat is geen bedorven vlees, maar geschilderd vlees. Kleurenburgers verkrijgbaar in 6 fraaie tinten. Ah, meneer Octo, kom snel! Is dat niet smakelijk? Mm-hmm. Lekker zeg. Wacht!
Geef mij een oranjeburger met extra paars graag. En ook diamanten milkshakes. Vriendjes met een strikje, hè? Nee! Kleurenburger! Hou op! Dit is een vreselijk goed idee! Wedden dat ik begin mijn eigen restaurant! Ben je klaar voor de grote gekte, Patrick? Hier staan straks rijen hongerige klanten, want wij zijn open! Ik ben er klaar voor! Ik ben er klaar voor! Ik ben er klaar voor! Patrick, hoe lang staan we hier al? Ik moet een nieuwe batterij tekenen. Misschien had meneer Krabs wel gelijk. Misschien is het wel een dom idee. SpongeBob, soms moeten we diep in onszelf graven om problemen op te lossen. Ik ben bang. Laat mij het graafwerk maar doen. Sorry. Domme opblaasbare broek. Heb je iets gevonden? Huh? Hey, verkopen jullie iets eetbaars? Ja, lekkere kleurenburgers. Maar dat ding is groen. Groen. Je Krabs had gelijk. Wat moet ik doen met al die burgers? Hé, dat ding is paars. Paars is mijn lievelingskleur. Dat is niet slecht, zeg. Hey, luidjes, de kleurburger is een fantastisch idee. Wie heeft nummer 46.853? Heeft die SpongeBob 46.853 klanten? Alsjeblieft, meneer. Hou hem warm. Het is een vriend van me. Gefeliciteerd. Woe, schudden! Woe, schudden! Met die opgeblazen kont schudden! Yeah! Ja, jaloers! Je bent zelf sponsor, man. Dat is de wereldberoemde surfer Grubby Grouper. Later, meiden. Ik ga eerst even wat woeste golven bereiden. Yahoo! Oh, deze flipper was ik dus nooit meer. Hey, Parel, geef opblaasmaatjes een hand. Wat? Dit is de eerste keer dat hij alleen is. Nogmaals, gefeliciteerd. Popcorn, pindas. Gekoelde drankjes. 2 uur lijkt me lang genoeg. Stoppen! Hey, opblaasmaatje, je bent klaar. Liet hij ons wachten op een ballon? Dat is nog niks. Hij noemde ons vet. Hij pakte mijn flipper. Ik krijg geld van hem. Ik heb hamburgers voor hem staan pakken. Hey, mij heeft hij laten barsten. Oké, mensen, even stilte graag. Welkom in de Comedy Krab. Een warm applaus voor onze eerste komiek, de onwaarneembare Doogie Williams. Hallo, luidjes. Ik sla de grappen over en ga direct door naar het taart gooien. Ik hoop dat ik net zo goed ben als hij. Man, die gasten lachen overal om. Het wordt voor jou een eitje. Ik heb ze lekker opgewarmd. En dan vraag ik nu aandacht voor SpongeBob SquarePants. Yo! Goedenavond, dames en rottenwissen.
Heeft u wel eens op uw zoutvaatje gelet? Ik bedoel, je vult ze iedere keer weer netjes bij. En ik vraag je, waar gaat al dat zout heen? Hè? Heb je? En tomaten. Wat moeten we daarmee? Ik bedoel, je snijdt ze in stukjes, maar... Wat is het eigenlijk? Groente of... fruit? En hoe maken ze ketchup? Oh nee, hè. Het wordt helemaal niks. Hey, grapjurk. Ik weet een mop voor je. Het stinkt verrot en je valt ervan in slaap. Mosterdgas? Nee, jouw act. Merkt u ook wel eens hoe, Vorken, hallo. Nou, trompet. Ha, komt de koningin? Attentie, klanten van de Krokantenkrab. Kijk hier. Dat is een pot met zaad. Broodzaad. Alleen vandaag presenteert de Krokantenkrab de eerste grote jaarlijkse Raad het Zaadwedstrijd. Raad hoeveel broodzaadjes er in de pot zitten en win een gratis krabburger. Kom erbij, raad mee en win. Ze raden het nooit. Drie? Nee, volgende. Voor wie was dit? SpongeBob, bedien je nou? Octo, ik snuffelde in mijn kantoor wat door de rekeningen. Ah, kijk, je hebt eindelijk een pruik genomen. Jij dacht dat je me op het werk kon besluipen, hè? Vergeet het maar, want ik ben snel, gemeen en ik kan dit.